We staan hier op de tweede dag van Gartner Symposium IT Expo in Barcelona. Het is een drukke eerste dag geweest met veel presentaties, veel aankondigingen, veel netwerken. Uiteraard ook de voorspellingen van Gartner. Voor Gartner Benelux is dit een belangrijk evenement. Daarover spraken wij met Mark Zwartjes, de Regional Vice President van Gartner Benelux. Mark, wat is dit jaar de boodschap van het Gartner Symposium IT Expo? Ja, dat is dat de digitale wereld heel snel dichterbij komt. Geen bedrijf kan meer zonder IT. Elk budget is een IT-budget, elk bedrijf een technologiebedrijf en elke businessleider een digitale businessleider. We zijn beland in het tijdperk van de digitale industriële economie. Gartner voorspelt dat in 2020 de virtuele wereld en de reële wereld één worden. En als je kijkt naar de vier krachten, social, mobile, cloud, informatie, die gaan het speelveld bepalen. En wanneer deze virtuele wereld samenkomt met de reële wereld, dat is de wereld waarin alle dingen die we dagelijks gebruiken continu verbonden zijn, ja, dan gaat het concept van big data exploderen. Alles en iedereen staat aan, dat wordt de nieuwe norm. En dat betekent nogal wat voor de traditionele IT-afdeling. Dus de traditionele IT-afdeling gaat ineens direct in contact komen met eindgebruikers, met klanten. Dat betekent dat ze moeten transformeren van een interne procesoriëntatie naar een eindgebruikers klantenoriëntatie. Dus rollen, businessmodellen, tijdsbesef gaan veranderen en tegelijkertijd gaan industrieën, grenzen en marktsegmenten vervagen. Nou, waar staat de CIO? De CIO staat in het middelpunt van deze transformatie en kan die gaan leiden. Maar dat is niet per se vanzelfsprekend. Want dat betekent dat IT dus een klantenoriëntatie moet krijgen en dat is niet altijd natuurlijk. De CIO's en anderen die ik gesproken heb tot dusver zijn redelijk overdonderd met alle ideeën. Soms is het een bevestiging van dingen die ze al doen, maar in veel gevallen worden ze uitgedacht om opnieuw na te denken over de businessmodellen. Hoe gaan we de business enablen in plaats van volgen? En CIO's die tollen van ideeën en die gaan vervolgens weer helpen om dat te structureren in een werkbaar format voor de komende en nabije periode. Het is zeker niet alleen een CIO-event. We zien wel een toenemende trend. Dus we zien, als ik even wat getallen en wat nummers mag geven. We hebben in het symposium dit jaar maar liefst bijna 5000 deelnemers. Daarvan zijn 2000 CIO's, CXO, senior IT leaders. En dat is nog exclusief alle exposanten, de organisatie, Gartner staff, dan komen we op 7500. Dus het is echt wel een heel groot event aan het worden. Inzoomend op Benelux, we hebben 700 deelnemers en dat is maar liefst een 30% groei, soms van vorig jaar. En ik beschouw het symposium altijd als een hele goede economische indicator. Op het moment dat mensen weer gaan investeren, weer gaan nadenken over toekomst, toekomstige investeringen, gaan ze ook weer naar zo'n evenement als symposium. Dus ik denk dat we met z'n allen best wel een beetje goede hoop mogen hebben over de nabije toekomst. Over de business outlook.